We hebben een beetje gereden. Ja. Dat bijna alle andere bomen die er al zo lang staan door mijn voorganger destijds voor misschien wel voor ze terrein opkwamen voordat ze geplant werden, gezegend werden als teken van Gods schepping. Ik wou dat bij deze boom ook graag doen, maar niet zonder ook een woord van dank uit te spreken voor al het werk wat enerzijds de tuingroep heeft gedaan. Naar aanleiding van eigenlijk de ravage die we aangetroffen hebben met de storm die door de processietuin heeft gewoed. Als je nu weer kijkt, ziet hij er toch weer prachtig uit. En hij zal weer wat tijd nodig moeten hebben om op te groeien. Maar dat komt vast en zeker weer goed. Maar een bijzonder woord van dank natuurlijk ook voor de familie Ebbe. Zij hebben in 1888... zeg ik even uit mijn hoofd, deze tuin aangeplant, die vol van symboliek zit, passend bij de processietuin en bij de kerk en bij de grot. En het is fijn dat we die symboliek, ook van de plataan die nou weer de grond in gaat, als verbinding tussen de tuin en de grot, en als symbool van Gods grootheid, dat we die boom weer terug kunnen planten en dat de symboliek van de tuin behouden blijft. Daarvoor natuurlijk een heel hartelijk woord van dank. God, in uw wijsheid hebt u alles gemaakt en door uw zegen hebt gij dit alles aan de mens gegeven. De bomen en de dieren leven in het veld. Wij bidden u, schenk genadig uw zegen ook over deze boom, dat hij mag groeien en bloeien, ons de zuurstof en het groene dak mag schenken. Dat hij ook ons ten dienste staat. In onze vreugde en in onze droefheid. Dat vragen wij u door Christus, onze Heer. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van alle kwaad. Namens de Vader en de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Ja, en die redden dan hebben gestoord. Ja, die is toen omgewaaid, hè? Ja, oh, verschrikkelijk. Kijk, daar is een kuiltje. Is dat een speciale boom of zo? Dat is een plataan. Dat is eigenlijk, zeg maar, die is dan 130 jaar oud. En dan komt er in van 15, 20 jaar in het storm. Ja. Dus, komt van Ebben af. Ja. En dat is de vierde generatie is daarbij en eventueel misschien wel de vijfde.